We staan weer in het stadion. Je mag jezelf even voorstellen. Wie ben ik ook alweer? Wat doe ik hier? Ik ben Mike de Wierik, verdediger van FC Groningen. En, vandaag gaan we even wat skills oefenen. Hoe schat jij jezelf in? Hoe zijn jouw skills? Nou, ik heb net naar Jesper gekeken. Ik zit net iets daaronder, dus... 5,5, gewoon net voldoen. Oké, want ik heb wel een beetje het gevoel dat er rivaliteit is tussen jullie. Ik heb ook gehoord bijvoorbeeld over een Mario Kart competitie, iets. Vertel eens iets. Ja, nou weet je, de laatste keer zijn wij toevallig geworden. Weet je, dan doe je 48 potjes en dan ja, word je op 4 punten, word je tweede. Ja. Dat zei ze ook, maar... Weet je wat hij van tevoren al tegen mij zei? Hij gaat vast beginnen over die 4 punten verschil. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, weet je, dat hoort er soms bij. En... Kijk, als we Call of Duty doen samen, dan staat hij altijd onderaan. En, ja. Ik denk dat zo voor ieder zijn spelletje. Ja, je moet een beetje geven en nemen. Hè? Okay. Doen jullie veel spellen samen? Hoe werkt dat? Hebben jullie zoveel vrije tijd? Ja, soms. Weet je, als we, ik ben hier toch alleen. Dus als ik niks te doen heb, dan doen we die PlayStation even aan. Of gaan we even Mario Kart bij elkaar doen. Het is wel gezellig om in ieder geval het leukste te doen. Goede ontspanning. Zeker weten. En wat zijn dan de spelletjes die je doet? Mario Kart, Call of Duty? FIFA soms. FIFA, zijn jullie ook al aan Fortnite begonnen? Ja, Jesper wel, maar dat begin ik niet. Nou ja. Ik snap het ook nog niet. Ja, Jesper en iets schakelt ook weer terug naar Call of Duty, dus komt wel goed. Oké, terug naar voetbal. De voorwerpenronde. Ik ga de spelers uitdagen om met allerlei verschillende voorwerpen te hoog houden. Ze moeten 10 keer hoog houden. En als dat lukt, gaan we door naar het volgende level. Wordt steeds een beetje moeilijker. Maar ik wil even één ding. Als het mij 5 keer lukt, dan skip je hem al even. Niks ervan, we gaan 10 keer hoog houden, dus 10 keer met al deze voorwerpen. Okay. Ben je klaar voor? Ja. Mag je met een normale bal beginnen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je hebt een heel andere strategie, hè? Je gaat op de knietjes. Level 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makkie. Volgende. 1. Ja, aan de kant, man. 2. 3, 4, 5, keurig, 6, dat is goed, 7, 8, kijk uit. Scheidsrechter, wat bedoelen we? Die zien we door de vingers. Nee, ja, dit is gewoon. Frank, je kan een knip en plakken, 9, 10. Hartstikke goed. Oh, volgende level. Hoeveel had jij? Onderschat hem niet, iets van 5-6 keer. Zoiets. 3 keer op het hoofd, toen knie. Wat is nou wijsheid? Nee, dat is helemaal aan jou. Ja? Ik mag het niet verklappen. 1, 2, 3, dit is goed. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Juist! Hartstikke goed. Volgende. Maar kijk, je hebt altijd op het veld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keurig. Nog wat kleiner. Dit is kleiner. Tuurlijk. 2, 3, 4, 5. Beetje moeite. Toch de linker gebruiken, hè? Een sinaasappel? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey. Voor een 5,5 is dit echt heel goed, hè? Ik mag ook niet weg naar mijn hond. Nou. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ja. Opeens word je ook fanatiek, hè? Ja. Kijk, want nu wil je ook voor level 10 gaan natuurlijk, de wc-rol. Kijk, hier mag je best nog even mee knutselen zodat het een perfecte bal is. Mag voor mij. Of je denkt, nou, ik doe hem gewoon. Dead socks. Oké, 1, 2, 3. Hi! En jezelf in je gezicht geschoten? Ja. Mooi. Ja, niet slecht. Dit was level 9, hè? 9. Je was zo dicht bij level 10, bij het einde gewoon. Maar ik wil nog even één ding. Hoe ver was Jesper? Poeh. Ik weet niet meer, zo lang geleden. 4? Ja, level 4. Hij heeft jouw spelletje gewonnen. Kan je hem nog de hele tijd mee pesten? Ja. Hoe voel je het gaan? Ja, ik moet eerlijk zeggen, die ballon die ging bijna het stadion uit, maar kwam door de wind, daar kan ik niet zo aan doen. En,
voor de rest van het keer niet slecht. Dat ging goed, hè? Ja, verbaas me toch net een beetje te houden. Ik denk, oh. Maar toch word je wel fanatiek, hè? Ja. Dat is die dat prof in jou, dat moet wel winnen. Ja, gelukkig wel. Ja, 9. Hoeveel jongens zijn er bij 10 gekomen? Niet veel, niet veel. Ik denk alleen Idrissi. Ja, maar die hebben ze niet voor niks verkocht. Dus ik zit er te dicht bij een transfer. Dat denk ik ook. Hartstikke goed. Hey, gaan we door naar de volgende ronde. Kijken of die ook zo goed gaat. Hoeveel trucs heb je in je arsenaal? Is het op één hand te tellen? Dat sowieso. Oké. Dan ben ik heel benieuwd. We gaan het testen. Hey. Heb je vroeger veel pleintjes gevoetbald op straat? Zou het niet zeggen, maar ik heb best veel straat gevoetbald. Hoezo zou het niet zeggen? Ja, dan die de cameraman al lachen. Nee, omdat je op straat geen slijding maakt inderdaad. Nee, maar ik had vroeger twee losse goaltjes bij ons voor op een pleintje. En in de winter speelden we altijd op straat. Oké. Okay. Ja, dat was altijd wel... We waren altijd 2-2. Mm-hmm. En tot de 3. En als je 3-0 won, had je 2 punten. Ja, ja, ja. 3-2 of 3-1 had je 1 punt. En dan wisselde je elke keer door. Dus. Ja. Veel gedaan. En ben je wel eens helemaal afgemat met 3-0? Nee. Nee? Nee. Kon je het niveau wel een beetje... Ja, ik kon het niveau wel handelen. Ja, dat was een voordeel in die tijd. Beter. In die tijd? Hoezo? Nu niet meer? Ja, ik win niet elke week met 3-0 nu. Nee, dat is waar. Dat is helaas. Ik zou het wel leuk vinden. Ja, ik ook. Was jij altijd degene die met trucjes kwam, met nieuwe trucs en gekke dingen deed? Of kwam je gewoon invliegen met 2 benen? Nee, ik was vroeger wel iemand die veel oefende op die trucjes. En, ja? Ja, dat zal je niet zeggen, ik weet het, maar... Het is een beetje verwaarloosd omdat ik verdediger weg geworden, maar ik heb vroeger wel veel gedaan. Waar is die switch gekomen dan? Van trucjes naar verdediger? Eigenlijk toen naar de jeugd van S20 ging. Toen was hij eerst nog wel nummer 10. Ja? Ja, op een gegeven moment ging ik steeds verder naar achteren. Dat opzicht, met acties maken, daar ben ik niet goed genoeg voor op dit niveau. Dus bij mijn oude club deed ik dat altijd wel. En, daar viel je ook op. Dan moet je zakelijk spelen. Dat is ook wat denk ik gevraagd wordt van de verdediger. Ja, helaas. Dus panna's geven, zit er niet meer zoveel in? Ja, ik heb er dit zo'n 2 gegeven. Dus Vond ik niet slecht. Netjes, hoe gingen die? Ja, die bij Rogas was het volgens mij. Die was even terughalen en toen. Oei! Ja. Netjes. Toch maar een keer gek doen, hè. Ja. En hoe voelt dat daarna? Hoe voel je dan? Ja, ik liep gewoon rustig weg. En toen had ik Bakuno weer. Oh! 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 Ja, dan moet je wel even lachen. Hey, hoe oud ben jij? Wat is je favoriete eten? Hoeveel is 20 plus 13? En meer van dat soort vragen ga ik nu stellen aan de spelers in de vragenronde. Ze moeten het 1 minuut volhouden. Kunnen ze hoog houden en vragen beantwoorden tegelijk? Ben je er klaar voor? Ja. Zijn de camera's er ook klaar voor? Oké dan. Ja of ja? Ja. Ga je dit 1 minuut volhouden? Ja, ik moet wel. Je hebt wel de 58 seconden. Oké, dan mag je beginnen in 3, 2, 1. Ja. Ja, hoor. Hé, dit gaan we overnieuw. Niks ervan. Hier, er waren al 2 secondes. Hou eens op, joh. Jongen. Oké, ben je er klaar voor? Ja. In 3, 2, 1. Ja. Jongen, nog smokkelen, hè. Wat is de mascotte van FC Groningen? Wat voor dier is het? Een ijsbeer. Oké dan, hoeveel is 6 keer 8? 8. Hoeveel is 19 plus 16? Zo! Niet eens. Hoe spel je Groningen? G-R-O-I-N. I? G-E-R. Goed. Hoeveel provincies heeft Nederland? 12. Als je bij de bal, nee, als bij een penalty, de bal terugkomt. Hoezo, wat nee? Je mag niet nog meer uit. Wat is je lievelingskleur? Blauw. Blauw? Hoe lang duurt de helft van een voetbalwedstrijd? Sorry, nog een keer? Hoe lang duurt een helft van een voetbalwedstrijd? Oké dan. Hoe spel je cornervlag? Hartstikke goed. Hoeveel is 144 gedeeld door 12? 12. Hoe spel je... Oei! Stop! Oei! Je had nog 12 seconden over. Je was er bijna, hè? Je dacht, ik zit er lekker in. Ja, het ene moment van de nacht aanwezig en het is
Ai, ai, ai. Je ging zo lekker. Ik dacht, dit gaat goed. Ik was goed voorbereid op de vragen. Jij bent de enige die vragen kan beantwoorden voordat ze gesteld zijn. Ik heb zo'n gevoel dat je al wist wat er komen kwam. Wat er ging komen. Ik lag vannacht in bed en toen dacht ik, Edwin had geappt van hé, je moet morgen even wat dingen. Nou, dan ga ik even in Groningen verdiepen nog. Ik weet ook wat jij gedaan hebt. Je hebt alle video's gecheckt en je hebt alle vragen gewoon verzameld. Je hebt me door. Hé, hey, maar hartstikke goed gedaan. Deze ging best goed. Niet goed genoeg. Nee, klopt. Daar baal ik over. En zullen we nog eens terug naar de score van Jesper? Hoeveel had hij ook weer? 47? Ik had 48, toch? Nee, hij had nog maar 2 seconden over. Dus dat is 58 seconden. Ja, dat is, weet je, maar dat gun ik hem ook. we moeten nog samen naar huis rijden. Anders moet hij lopen. Oké, dus je hebt het voor hem gedaan, zeg maar. Laat daarop houden. Ga je de laatste ronde wel alles inzetten? Met die punten schieten? Nee, met de bal op je hoofd. Ja, ik heb jou net gezien, dat vind ik knap, maar dat doe ik je denk ik niet na. We gaan testen. Oké, let's go. En hoe vaak krijg je panna's? Ja, als ik ze krijg, dan moet hij daarna naar de grond. Want ik laat me niet vernederen. Dus het gebeurt je niet zo heel vaak? Mensen zijn bang om jou panna te geven. Ik moet zeggen, ik heb er wel eens één gehad, maar afkloppen, als uitkijken wat je zegt, maar dat doet niet heel vaak. Oké, want ik kan me nog iets herinneren op de Junior Kids Club dag. Dat was een klein mannetje, je stond even niet op te letten. Ja. Toen is hij wel door je benen gegaan. Ik gun zo'n jongen ook een mooie dag. Dus ik had er bijna al iets bij. En normaal sta ik niet zo breed, dan sta ik gewoon. Ja, ja. Weet je, laat er een mooie dag van maken voor die jongens. Dus en hem een keertje accepteren. En hem niet naar de grond halen naar die pannen. Nee, toen gaf ik iemand anders bijna een headshot. Volgens mij trok je bal weg van schieten. Heb je dat allemaal van die jongens gedaan? Nee. Nee? Die jongens kunnen wel veel trucjes, hè? Ja. Ben jij dat ook? Vast. Frank, dit ga je verwijderen, hè? Hé, dit. Jongeman. Heb je hem gek? Hoe voelt dat als je een panna krijgt? Ja, maar kan je het omschrijven? Wat gebeurt er dan met je? Ja, het ergste is dat het publiek dan gaat. Dan moet hij of komen vast of dan moet hij maar neer. Dat is gewoon. Je wil je niet laten vernederen. Ja. Nou, als iemand dat doet, dan schop ik hem liefst om in. Dan denk ik dat wij beter niet 1 tegen 1 tegen elkaar kunnen spelen. Laten wij dan gewoon... Nee, dat lijkt me heel veel. Derde ronde is de Tom V Headstall Challenge. De spelers moeten de bal bovenop hun hoofd balanceren, net zoals ik altijd doe. Maar kunnen ze dat? En hoe lang kunnen ze dat? Ze hebben in ieder geval geen last van wind hier in het stadion. Die smoesjes gaan niet gebeuren. Let's go. Wat moet ik doen dan? Je moet hem bovenop je hoofd zetten. Dan moet je een goed plekje vinden. En dan moet je op gevoel moet je hem daar weten te houden. Ben ik klaar voor? En nog niet. Oké, ben ik klaar voor? Nee. We gaan toch beginnen. In 3, 2, 1, ja! Oeh! Ik kan helemaal niet, man. Jawel. Wie denk je dat gewonnen heeft tussen jou en Jesper? Allebei niet. Ik vind allebei helemaal niks. Het is gewoon... Gelijkspel. Allebei een onvoldoende, maar kijk. 1 minuut 33, dat is niet slecht. Langer, hè? Ja, maar dit is... Dit is lastig, hè? Ja. Ik denk als je net iets meer haar hebt, een beetje kommetje dus maakt. Ik ben net naar de kapper geweest, dus ja. Dat is het. Dus de volgende keer, als je even wat lange haar hebt, gaan we nog een keer testen. Is goed. Gaan we nu dan op de goal rammen? Oké, let's go. Het welbekende, gaten schieten. De spelers krijgen 10 ballen en ze moeten hem in de gaten krijgen. Hoeveel punten gaan ze halen? Ik ben benieuwd. Hoeveel ga je halen? Hoeveel ga ik halen? Even snel rekenen, kruisinkje, eentje in het midden. Of ga je alleen maar kruising? Ja, ik ga voor de 60. Oké, dus 2 keer kruising. Ja, maar niet, 60 is 60. Je weet nog niet precies waar die bal gaat komen. Ja, ik heb nog eens een afwijking dus. Oké, okay. Nou, succes, doe je ding. Wat gebeurde hier? Ja,
Katma krachtig, dat was niet best. Ja, helaas. We hebben allemaal, behalve eentje trouwens. Dit is een haakje kunstgras. Ja, ja, kan gebeuren, kan gebeuren. Maar is dit moeilijker dan je denkt? Ja, het lijkt makkelijker dan het is. Ja, gaatjes zijn toch wel erg klein. Klopt. Je had wel een keurig gewoon in de goal. Ik weet niet hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Ja, ja. Daar stap in. Die zat er netjes in, ja, ja. Nee, helaas. Hoe vond je het allemaal gaan, al je skills? Ja, het begon goed, maar het werd steeds iets minder. Goeie. Misschien, de focus werd steeds iets minder misschien. Ja, misschien wel. Maar die voorwerpenronde was je wel, je was ja, wel echt scherp. Dat klopt, dat was niet scherp. Helaas. Het is niet anders. En wat zou je nu voor cijfer geven? Blijf je bij die 5,5? Ik heb gelijk gespeeld met Jesper, dus dan ga ik wel voor de 6. Oké, ook een 6. Ah, netjes. Oké, heel bescheiden. Thanks man. Goed gedaan.